Als je jong bent en bespeel je liever een viool als een elektrische gitaar, dan kiest voor de klassieke muziek. En als je dan besluit om daar heel goed in te worden, dan kiest je om wedstrijden en concoursen mee van. Als je vervolgens dan ik nog opjuist voor het Prinses Christine concours en dan komt terug de voorrondes, dan betekent het dat je het opnemen mag in de beste van Nederland. Nou, dat elkaar traaien jonge Friezen. Vorige week is snoei, die ze mooi om de nationale finale van dat Prinses Christine concours. En Douwe Talma, die reizigen mooi van de K-route. Het Lucent Danstheater onder het Spui in Den Haag wie Arroene Snoin het decor van de nationale finale van het Prinses Christine concours. Elk jaar melden ze zo'n 400 benen van deze wedstrijd om. Ze maken dan voorspelen voor een zaakkundige jury en dat doggen ze op regionale voorrondes. Uit die groep binnen dit jaar 8 finalisten uitkezen. En maar liefst 3 daarvan komen uit Friesland. En dat is een unieke situatie, want nog neer jeder kwam saffele jong talent uit uw provincie. Lijkwijls wordt het een pittige strijd van de Friese deelnemers, want het niveau is heeg en de concurrentie groot. Ze krijgt voor de finale, loeken de twee Friese vrouwelijke finalisten haar waarom om haar te concentreren. Een praatje over hoe ze haar nou voelen, ze krijgt voor dit concours, zit er dan ik net in. De klaarkiemers bleven potdicht. De mannelijke finalist uit Friesland, de 13-jarige Arjan Jongsma uit Drachten, is aan het inspelen van een lege zeel. Zijn docent jouwt hem nog wat laatste onderwijzings. Ik ben nog rustig, iets rustiger. Al wat je zelf dit tempo had. Net rustig. En dat ik mij, ja, omdat ik muziek maakt het heel leuk vind. Ik vind, ja, dit is heel leuk om te doen eigenlijk. Ja. Wat was het op bereiken? Ik wil graag letteren solo spelen, maar ik wil mijn orkest. Dus ja, ik wil volgen met de muziek. Hoe belangrijk is het concours voor jou? Nou, het is wel belangrijk. Als je wint, dan had je wel een naam misschien. Nou hoef ik net per se te winnen, maar dan wisten we misschien wel vregen voor concerten. En dat is wel heel leuk natuurlijk. Maar ik ben al heel blij dat ik hier sta. Ik bedoel, als ik nou net win, dat vind ik helemaal niet erg. Het is al prijs dat ik hier sta, dus dat vind ik ook wel. Arjan wordt begeleid op piano door Rein Verweda, oprichter van de Verweda Academie. De opleiding van jong muzikaal talent in Drachten. Wat zei het als de band winnen zo? Je moet het zo zien dat de prijzen die je won worden, dat zijn prijzen die dus ook weer geïnvesteerd worden in de verbetering, nog hogere kwaliteit van het onderwijs van die band. Dus dat betekent het voor die band dat ze via masterclasses en uitnodiging van concerten in het hele land kansen krijgen. Dus het is een vlammende start van een prachtige muzikale carrière natuurlijk. De 14-jarige Valentine Toot uit Oortjerk is Joet de eerste Friese finaliste die zien litte mooi wat ze kan. Valentine volgt pianolessen aan het Prins Klaus Conservatorium in Grains en speelt een stuk van Grieg en Chopin. Wat zal de jury hiervan zeggen? Deze eerste prijs gaat naar Valentine Toot. Valentina vertelt een verhaal en het publiek is zo in haar ban dat het vergeet te applaudisseren na Griek. Valentina maakt muziek die ons raakt. Zij spreekt recht tot het hart. Daarna maar de 15-jarige Dana de Vries uit Frentje het muziekje. Dana zit liek als Valentina ook in de jong talentklas van het conservatorium in Grains en valt op door haar intense manier van spelen. Maar ken ze dat Joet ik? En is ze goed genoeg om een prijs in de wacht te slepen? Tweede prijs die gaat naar Dana de Vries. Dana, volgens onze jury ben je een uitstekende, ja zelfs een geboren celliste. Met een buitengewoon goede houding en dispositie. Gefeliciteerd. Het was een heel erg wonderlijke verdeling. In die zin dat het geografisch zeker niet egaal ging over Nederland. En als er één provincie uitsprong, dan was het absoluut Friesland. Ja, klopt.
ik wil niet zeggen verrassend, maar het gebeurt niet altijd in die mate. Waar zou dat door komen? Waar zou dat door komen? Ik denk dat een rol zeker speelt, een aantal docenten dat er in Friesland rondloopt en dat heel erg degen bezig is met jonge mensen. En ze leert dat het niet een kunstje is, maar dat je heel erg lang daar je best op moet doen. En je moet natuurlijk op een goede manier lesgeven. Maar daar lopen er een paar van rond in Friesland en die zijn meer dan voortreffelijk. En dan Arjan Jongsma. Hij mooi als leerste zien kennen zijn lidden, op de marimba. Dit is het moment dat hij mannen daar werken heeft. Hij speelt een swingend stik, Zimba Zamba. Deze fantastische eerste prijs gaat naar Arjan Jongsma. Arjan, energie is een belangrijk element bij het communiceren van muziek. Onvoorwaardelijk gaf jij al jouw energie via de marimba aan het publiek. Je werd als het ware één met je instrument. Dat resulteerde in een virtuose en swingende uitvoering waarbij je, gebruikmakend van uiterste contrasten, ons liet genieten van een innemende en authentieke manier van musiceren. Ik ben heel benieuwd wat je met het Rubens Kwartet gaat doen. Gefeliciteerd. Daarmee komen de Friese finalisten alle drie heel goed uit de strijd. Een eerste prijs van Valentina en Arjan, beide in de categorie 12 oant en met 14 jaar. En een tweede prijs van Dana in de groep 15 oant en met 19 jaar. Wat vond u van deze editie? Geweldig. Dat is heel hoog niveau vanmiddag. Dat is echt, ik vond iedereen op heel hoog niveau zitten. Ik denk dat de jury het moeilijk heeft gehad. Dat is een goed teken, of niet? Dat is een heel goed teken. Ja, absoluut. Wat ben je plan nou? Volgend jaar ga ik studeren met het Jeugdorkest Nederland. En volgens mij heb ik nog een Afro-prijs. Ik weet niet precies wat ik allemaal heb. Nee. Maar drukke plannen dus. Volgend jaar. Oké. En Doda dan? Ja, speel je. Ja, ik kijk nou wat de vrienden krijgen om mijn kwartet te spelen. Dus ik zie wel wat eruit komt. En Do? Ja, ik mag geloof ik optreden in de Spiegelzaal in het Concertgebouw in Amsterdam. En nog twee dingen, maar ik weet niet precies wat. En ik denk dat we allemaal nog wel hier concerten door gaan krijgen of zo. Nou, dank u wel. Ga zo door. Ja. En gefeliciteerd nog. Dank u wel. Ja.